In mijn Chevy op de strip van Mickey Las Vegas aan. En ik zag een nieuw light over de woorden staan van nada. De droom in incredible dreams. En de S.O.I. raakte bijna de man. In mijn Chevy op de strip. In mijn Chevy op de strip. Oeh, oeh. Mijn Chevy. Van mijn meisjes met hun eigen show in Vegas. Daar moest ik bij zijn. De dirigent is een arrogante zak. Doet het voor oerwoudmuziekjes. Ik praat wel even met hem. Heeft u het al tegen hem gezegd? Ik weet het niet. En ik word er bloednerveus van. Hé, hey Jimmy. Werkt je nu met repertoire een beetje? Het repertoire dat jij kan beschreven. Het is heel intens. Intense zaak. Man, het is echt intense. Dina, wat doe jij hier? Waarom zit je niet in een sterkleedkamer? Hou er eens mee op, Sissy. Heb Curtis Effie al gesproken? Hij was onderweg naar de kleedkamer. Maar het zal niet meevallen om het haar te vertellen. Aangezien ze ziek is, is Effie ziek. Ze is niet ziek. Dat moet haast wel. Waarom is ze anders 7 optredens afgelopen maand? Jij weet best wat het probleem is. En dat probeer maar nou zoveel mogelijk te ontlopen. We zijn elkaar allemaal een beetje aan het ontlopen. Is je dat niet opgevallen? Ga mij niet de schuld geven, Sissy. Ik kan er ook niks aan doen. Curtis wil het zo, dan heeft het geen enkele zin om daar tegenin te gaan. Weet je, ik heb ook problemen. Maar ik sleep niet iedereen mee de afgrond in. Ik doe gewoon mijn werk. Voor jullie. Ik doe gewoon mijn werk. Je hebt nog 10 minuten. Ja, kom maar aan. Wat heeft iedereen? Dit is een geval dat je première stress om plakjes voor te snijden. Ik hoop maar dat ze straks niet gaat flippen, Sissy. Maak je niet druk. In het ergste geval zet Sissy een pruik op en doet hij zelf mee. Hé, hey, Sissy, vang hem. Mag ik mijn pruik terug? Las Vegas publiek merkt het verschil toch niet. De laatste keer dat ik hier optrad, dachten 3 vrouwen dat ik Tony Bennett was. Tony Bennett! Hallo allemaal, het spijt me maar. Jimmy! Effie, lieve vrouw! Oh, Jimmy, je ziet er goed uit. Ik zag hem op tv vorige week. Je klinkt nu een beetje als Perry Como. Niks, Perry. Nou, Tony! Tony Bennett! Ik ga me omkleden. Doe geen moeite, Effie. Het spijt me dat ik niet bij de repetities aanwezig kon zijn, maar ik voel me al veel beter. Het gaat helemaal goed komen. Mijn jurk zoeken. Waar is mijn jurk? Wat is het? Laura, waar is mijn jurk? Ik ben zo zenuwachtig. Al die koortjes, die krijg ik nooit allemaal. Wie is dat, Sissy? Wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand, Laura? Wat is er aan de hand? Ik heb er niks mee te maken. Effie! Het was de bedoeling dat Curtis van me zou houden. Curtis zou van me houden! Ben je hier, Effie, om op uren te zoeken? Ik was er niet en jij schuift er zo aan de kant. Had me gewaarschuwd, liefst voor die reserveband. Want ik waarschuw al sinds Chicago, je bent jezelf kwijt. Je doet na tot te laat en de leugens die jij verspreidt. Met de dag. Daar lig je, dat was nog nooit zo dun. Daar lig je, omdat jij toevallig naait met een asperge, met grootheidswaanzin. Het is nog beter dan ik me voel, maar ze blijft die naar doorsnee. Zeg, wie noem jij die doorsnee zelf ingenomen? Zet fabriek aan de deurartiest. Jou, zo noem ik jou, ben jij niet die doorsnee, het bitch die naait. Je bekende tactiek, mevrouw de onschuld zelf. Ben je slachtoffer onder meer dan dat? Ik word gek van alle pitchen, storm van alle klagen en zin van je.
dat schroefje dat niet past. Dus ik gooi je eruit, maar hou ik iets moois als je het stopt op een kras. Doe maar bot en rot en stenig mij. Ik doe het keurig, ik koop je vrij. Pak nou het geld en verdwijf. Rustig, Effie. Zo doe je het er in vijf. Hoe is het met jouw strategie? Ik zeg rustig, Effie. Nu ga je mee op de veren. Ik ga verder, ik ga veel verder. Sorry, maar mag ik misschien weg? Ik was al te vaak bij zo'n ruzie. Zet het conflict samen uit. Wat hier nu speelt, ga meest aan. Oh, ik ga niet zomaar weg. En hier laten we Effie White achter in de kleedkamer.